Kruger Wildtuin is bykans 20.000 vierkante kilometer groot. Een reuse uitdaging voor veldwachters en die weermag om dit te voet te patrouilleer. Indien dit boonop nog aand is, is het bykans een onbegonne taak. Maar nieuwe technologie wat nou tans hier getoets wordt, gaan het dalk makkelijker maken om die stroperse doppies te klink, zelfs al is dit pikdonker. En ons het eerstehands gaan kyk hoe dit werk. Die onbemande vliegtuig, of UAV, stijg eerste op. Dis om die antennes gereed te krijgen voor verkenning. En dan wordt die vaste vlerk UAV geloods. Dit kan tot 2 ure lang vlieg. Hierdie oorlog vir oosters, om een ooster te bewaken kost al honderde miljoenen. En ergens gaan daar, jy weet, misschien niet meer so vloei van geld wees om te helpen. Nie. En ik denk dat die doel is dat hierdie deel wordt van je operationele dag-tot-dag activiteiten. En daarvoor moet het dan kosteffectief wees ook, en functioneel en praktisch. Die tuig werk met een hitte-sensorkamera en kan dieren en mensenfigure dus soms makkelijk vanuit die lucht identificeren. Daar is urenlang gewerkt om die UAV aan te passen voor die Afrika-omstandighede. Er zijn zoveel criteria die we nodig hebben. Lightweight, we needed to be quiet, we needed the duration, we needed the toughness, we needed the ability to land in a small area, we needed to hand launch, we didn't want to have wheels on the aircraft. Quietness was an absolute necessity. Die project is nog in een toetsfase, maar Shan Parker hoop dat het één manier is hoe technologie ingespan kan worden om rhinosters van uitwissing te red. Daniela van Heerden, Jenis, en ik creëer Wildtuin.